Ik wou vandaag een video opnemen met Nigel, maar helaas is dat niet mogelijk. Hij kon helaas niet bij zijn. Zoals jullie kunnen zien, mijn handen doen een beetje raar. Ik heb het niet helemaal onder controle. Ik weet ook niet... Ik weet ook niet echt wat mijn handen aan het doen zijn. Zoals jullie kunnen zien, ik heb allemaal eten hier voor me. Sommige dingen vind ik lekker, sommige dingen vind ik minder... Sommige dingen vind ik minder lekker en ik dacht, ik ga lekker tegen jullie praten. En eten, want ja, wie houdt er nou niet van eten? Ik begin met sprinkels en ik heb moeite met mijn mondgat. Ik heb moeite met mijn mondgat te vinden. Oh, ik ga toch maar niet voor de sprinkels, daar heb ik vandaag geen zin in. Wel in chippies. Chippies zijn altijd lekker. Ik heb een beetje mayonaise op mijn hand, zoals jullie kunnen zien. En ik smeer het lekker op mijn gezicht. Is goed voor je. Zoals jullie kunnen zien, ik heb geen make-up op. Dus ik dacht, laten we maar gewoon gelijk lekker mayonaise op mijn gezicht doen. Want dat is lekker en goed voor je huid. Daar word je huid lekker gezond van. En ik heb nu trek in een citroen. Ja, citroen is lekker. Citroen is zuur. Citroen prikt als je een wondje hebt bij je lip. Dat prikt, dus doe daar voorzichtig mee. Ik gooi waarschijnlijk met de citroen omdat ik het leuk vind. Ik hou van bevroren spicy boontjes, dat vind ik lekker. En ik gooi ermee. Ik weet niet echt wat het is, maar hoe is jullie dag vandaag? Ik ben echt benieuwd wat jullie vandaag hebben gedaan. Laat het even onder in de reacties weten. IJsklontjes voor je gezicht is ook echt heel erg goed. Als je het heel erg warm hebt, kan je het lekker afkoelen. Het is ook heel erg verkoelend als je het in je pH doet en het loopt naar beneden. Krijg je spicy bonus ook echt heel erg lekker. Het IJsklontje begint ondertussen aardig wat te smelten en het voelt echt niet prettig. Ik ga nu pindakaas doen en pindakaas is lekker. Het ruikt ook echt super lekker en je kan het als microfoon gebruiken. La 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 la. Super allemaal, het is echt handig. Ik ga nu de cheddar cheese gebruiken, die is niet in Nederland te koop. Ik vind het lekker, hij is al gebruikt zoals jullie kunnen zien. En ik hou ervan om dat te spuiten op mijn gezicht. Ik vind het heerlijk. Cheddar cheese is lekker. Is goed inderdaad voor je. En ik ga nu wat drinken. Want ik heb aardig dorst gekregen in de tussentijd. Dat mijn mayonaise aan het opdrogen is op mijn gezicht. Als maskertje. En ja. Ah, lekker. Cola is altijd lekker. Oh, heerlijk is dat. Zo. Dat was lekker. Ja, het tikken op je hoofd is ook wel erg goed. Is goed voor je hersens. Dan worden ze even goed wakker geschud. Cheddar cheese ga ik verder op mijn kaas spuiten. Of op mijn gezicht spuiten. Kaas spuiten. Dat is goed voor je gezicht. Mayonaise is ook wel erg goed voor je gezicht. Maar de kaas geeft nog een extra fijne touch eraan. Het maakt je huid zacht. Helaas zijn er ijsklontjes op. Ja, daar ja, weg ermee. Gelijk weg. Oh, ijsklontje gevonden. Ik heb het ijsklontje gevonden. Dat is altijd goed. Ik ga het overgooien, dat is leuk. Ik ga het niet in mijn gezicht gooien, want dat doet pijn. Ik ga het toch naar mezelf toe gooien. Ik vind dat echt heel erg fijn. Spicy boontjes zijn ook heel erg fijn. Vooral warm ze even op voordat je ze opeet. Vooral als je het rauw doet. Als ze te koud zijn, dan gaan je tanden pijn doen. Gooien is ook altijd... ook op, dus ik zeg weg ermee. Oh, ik ga even kijken of ik dat kan ronddraaien. Helaas kon ik dat niet ronddraaien. Zo ster ben ik niet. Maar hoe was jullie dag vandaag? Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie... dag. En zoals de meeste van jullie weten is zondag, verleden week zondag, de eerste gamevideo online gekomen. En ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Er zit iets in mijn neus en dat is best wel vervelend. Ik denk dat het kaas is of zo. Ja, dankjewel. Dat is altijd fijn als je eventjes in je oogbal tik. We gaan nu de mayonaise en de kaas, spuitkaas, over mijn gezicht verdelen. Omdat ja, anders voelt het niet zo heel erg fijn. We gaan nu
We gaan nu sprinkles pakken en dat smijten we op mijn gezicht. Voor je verziering. Omdat het leuk is. Ik heb eigenlijk wel trek in een banaan. Ik vind dat wel lekker om een banaan te eten. Waar is de banaan? Oh, daar. Ik heb de banaan gevonden. En oh, oh, oh. Gadverdamme. Ik ga de banaan openmaken. Lekker met mijn kaashandjes en mijn mayonaisehandjes. Heerlijk. Ik ga de banaan... Oh, oh, hij breekt af. Hij valt in de chips. Oh, dat is niet best. Oh, maakt niet uit of er een beetje chips aan zit. We eten het dus nog op. Mmm, lekker. Lekker met al die kaas. Ah, we slaan er ook even mee. Dat is ook echt heel erg fijn. Het is goed voor je huid als je de... Ja, het is goed voor mijn neus als je... Ik wil mijn poriën open hebben. En dat is dan heel erg goed om dat te doen. Chimpies. Altijd lekker. Eerst banaan eten, dan chimpies. Echt de perfecte logica. Ja. Dat is heel erg lekker. We gaan nu weer voor de sprinkles. Heel erg lekker. Het is echt super lekker. Ik zeg alleen omdat dingen lekker zijn. Terwijl de combinatie echt te ranzig voor woorden is. Met chippy spelen is ook altijd leuk. Ik heb hier een soort van hartje. Moet je kijken. Het lijkt wel op een hartje. Ja, het lijkt wel... Oh, mijn hart is dus gebroken blijkbaar. Dat is altijd leuk. Chippy. Dit lijkt op een aardappel. Want chippies zijn van aardappels. Als je dat nog niet wist, het is gezond voor je. Dus eet chippies. Het is gezond voor je. Het is gezond... Het is gezond voor je. Het is gezond voor je. Ja, goed zo. Het is gezond voor je. Ik wijs nu naar links. Ik wijs nu naar rechts. En naar links. En ja, daar is de raam. Daar is de deur. En ik wijs nu naar jullie omdat jullie amazing zijn. En ik vind het tof dat jullie naar mijn video's kijken. En goed luisteren naar je ouders. Want en maak je school af. Dat is heel erg belangrijk. Echt doen. Dat is super belangrijk. Ik ben gewoon een beetje bang geworden voor mijn eigen handen. Zien jullie dat? En ik ga dit jaar op vakantie samen met mijn vriend. Wij gaan voor 2 weken naar Turkije. Yay! Wie heeft er nou niet zin om op vakantie te gaan? Ik heb blijkbaar geen zin om naar Turkije te gaan. Ik heb het wel allemaal geregeld, maar ik heb er geen zin in. Ik regel dingen voor de lol. Dus dat is gewoon leuk. Maar goed, ik ga in ieder geval... Maar goed, ik ga voor 2 weken lang naar Turkije samen met mijn vriend. En ik ga daar... Elke dag vloggen. Dus dat betekent dat er elke dag een video online komt. 2 weken lang. En ja, 2 weken lang. Geen 6 weken lang. 2 weken lang komt er elke dag een vlog online. En dat is leuk. En ik ga zeker genieten. We gaan lekker op vakantie om te chillen. Om uit te rusten. En om natuurlijk te shoppen. En gewoon leuk de marktjes te bekijken. En shoppen is leuk. Lekker veel geld uitgeven. Want daarom ga je ook shoppen. En ik heb ineens een raar... gevalletje met mijn vinger. Ik denk dat mijn vinger te vast zat of zoiets. Ik baal echt heel erg dat Nigel er niet bij kon zijn. Want ja, om dit met hem te doen zou echt tof zijn. Voor de mensen die het nog niet weten, een hele belangrijke tip. Pak een spijsieboon en ga ermee in je gezicht prikken. Want dat helpt je huid vochtiger te maken. En het is echt een beauty tip van 2016. Het is echt... Perfect. In plaats van groene concealer onder je ogen gebruiken, gebruik gewoon een koude spessieboon. Want dat geeft ook een beetje af. En ik vind dit echt hele lekkere crackers. Het zijn natuurlijke crackers met geen poef en pap erop. Gewoon natuurlijke crackers. Ze zijn wel een beetje droog, dus zorg wel dat je er drinken bij hebt. De verpakking is altijd moeilijk open te maken. Maar uiteindelijk lukt het wel na 5 minuten. En je moet wel voorzichtig zijn, anders zijn al je... Crackers verkruimeld. Crackers met spersiebonen zijn echt hartstikke gezond en lekker. Ah, oh, je spersiebonen is koud voor je tanden. Oh. Daar komt het vliegtuigje. Oh, yeah. Heerlijk. Heerlijk. Crackers op je gezicht plakken is ook... Een van de beauty tips van 2016. Nadat je de spersieboontjes op je gezicht hebt gedaan, doe je crackers op je gezicht. Want dat uit je gezicht. Want je wilt niet te veel vocht in je gezicht hebben. Want anders gaat het opzwellen. Trekt het
overige vocht. En wisten jullie dat als je kauwgom eet en je doet er pindakaas, een beetje pindakaas in, dat je bellen groter worden en dat je beter bellen kan blazen? Ik heb het vroeger wel eens geprobeerd en het heeft mij echt geholpen, want ik vond het altijd leuk toen ik op basisschool zat, dat ik grote bellen kon blazen. Kon ik mijn vriendin lekker inhalen en zeggen, ik kan groter. En dat was altijd dat mijn geheim. Soms werkt het, soms niet. Het ligt eraan hoeveel pindakaas je gebruikt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je dit leuk vond, laat zeker een reactie achter. En ik wil zeker weten hoe jouw dag was. En ga jij dit jaar nog op vakantie? Zo ja, laat het even ook in de reacties achter. En kom maar tevoorschijn, Nigel. Zo is het wel goed geweest. Nigel, die is in het... Oh, dat ijsklontje. Oh, hoor je dat vallen? Nigel is natuurlijk ook nog bij geweest. Dit was de Not My Arm Challenge. Ik vond het leuk om te doen, ook al stinkt het hier verschrikkelijk naar kaas en banaan en chips en alles. Ik ben blij dat je deze niet hebt gebruikt. Ik was bang dat je die in mijn mond zou stoppen. Dat heb ik nog niet gevonden. Ja. Nee? Oh. En vond je deze video leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Ik wil jou bedanken dat jij je handjes in mijn gezicht wil douwen. Ik hoef het niet, man. Ja, het stinkt hier echt verschrikkelijk. Dus ik ga de video afsluiten. Doei!